Fair fashion. Hoe zou jij hem laten zien? Hoe het nu met de wereld gaat? Afgelopen vrijdag werd ik door W Green uitgenodigd om te komen kijken naar de officiële start van de screening van de film The Positive Chain of Change. En met andere woorden, de nieuwe generatie Game Changers. En deze is een documentaire die gemaakt is door Chanel Trachtman. En ik vond het heel ontzettend mooi, want ik vind dit is een onderwerp dat af en toe echt wel eens vaker weer in de belangstelling mag staan. Daarnaast vind ik ontzettend cool, want deze documentaire is gewoon op YouTube te zien. Dus ik zal hem hier gewoon ook linken beneden, zodat jullie hem ook kunnen kijken. En nee, dit is niet een van die zware documentaires over de narigheid, over wat allemaal achter zit, maar meer de positiviteit. Wat kunnen we doen om het beter te maken? Niet alleen voor ons als consument, maar ook de drie verschillende radertjes die in elkaar moeten passen. Dus vanuit de overheid, wat moet vanuit consumenten veranderen en wat moet vanuit de industrie veranderen. Want alle drie samen moeten de radertjes gaan werken, want anders gaat het helaas niet werken. Wat was voor mij de allereerste keer dat ik te maken kreeg überhaupt met fair fashion, of dat ik er überhaupt over na ging denken, was denk ik toen ik een jaar of 8 was, 12, ik weet niet helemaal precies. En dat je overal in het land hoorde over dat Nike schoenen werden gemaakt onder echt slechte conditie. En dat er ook gewoon nog steeds kinderarbeid in was. En ik dacht, ik ga dat nog even, voordat ik deze video start, ga ik er eerst even naar kijken hoe zit het daar ondertussen mee. Is er inderdaad geen kinderarbeid meer? En wat voor dingen zijn er ondertussen veranderd? En het blijft heel schimmig. Dat verbaasde mij. Dat ik denk, hoe kan het in 2019? Het is er dus nog steeds gewoon kinderarbeid. Niet dan specifiek misschien voor Nike. Maar dan nog zeker voor andere merken. Ik kan ook niet vinden dat Nike geen gebruik meer maakt van kinderen. Want 2009 was er echt nog sprake van kinderarbeid. Gewoon op onze Nike schoenen. En zeker dan de Nike Air Max met zo'n raampje erin. En ik schrok daar toen van. Ik vind dat nu nog steeds iets waarvan ik denk, hoe kunnen we zo slecht met anderen omgaan? Hoezo zijn wij zo belangrijk dat wij op dure schoenen mogen lopen, terwijl zij er een paar centen voor krijgen? En eigenlijk, terwijl je als kind zijn, toch echt een opleiding moet hebben. Tussendoor heb ik nog een paar keer andere documentaires gezien. Want dit is wel een voor mij fascinerend onderwerp. En zeker nadat er in Bangladesh toen een heel groot gebouw is ingestort met allemaal doden en gewonden. Toen zijn er in één keer allerlei documentaires gekomen. Toen was eindelijk in één keer het idee van, hé jongens, we moeten actie echt gaan ondernemen. En ik heb toen een documentaire gezien. Helaas kan ik het niet meer terugvinden, want die was echt ontzettend goed. Maar dat was echt over de narigheid, de uitbuiting en al dat soort zaken. En dat vind je niet in deze documentaire terug. Alrighty, je moet met de billen bloot. Ik dacht dat ik alles goed had geïmporteerd van mijn beeldmateriaal. Want ik had een ontzettend leuke nabeschouwing opgenomen. Dus ik ben een ontzettend leuk interview met Chanel. Dus degene van wie de hele documentaire is, ben ik kwijt. Net als de beelden van Lulu, van W. Green in dat geval, zo stond ze er. En ik ben ook dus de beelden kwijt van Vegan Fitty. En van hun is dit vegan met hun reactie op deze documentaire. Wat zij ervan vonden, want er was daar gewoon ruimte voor. En ik ben ze gewoon kwijt. Ik vind het echt zo ontzettend. Maar Chanel, waarom is ze dit gaan doen? Waarom vond ze dit belangrijk? Nou, ze vertelde heel leuk over de zoon. En dat ze dus een betere wereld aan hem mee wou geven. En de belangrijkste 5 tips die ze meegaf was: koop minder kleding zodat je niet meedraagt aan die ontzettende berg aan afval die niet goed gerecycled kan worden en al dat soort zaken. 2, koop eens een keertje tweedehands. En dus een keertje niet standaard alleen maar nieuwe kleren, maar ook eens even tweedehands kopen. Om gewoon eens eventjes je klerenkast weer te variëren. Of ga een keertje naar zo'n huurwinkel of een ruilwinkel, zodat je dus niet mee hoeft te doen aan die grote berg. 3, let op wat voor soort kleren je koopt. Dus liefst zo 100% mogelijk. De keuze is daarin natuurlijk een beetje aan jou. Maar dingen als acryl, dat is gewoon moeilijker te recyclen.
Sportkleding kan waarschijnlijk nog gerecycled worden, al is dat nog een beetje een lastige industrie wat ik tot nu toe weet. Maar bijvoorbeeld, katoen kan makkelijk gerecycled worden. Dus zoveel mogelijk 100% stoffen. Dus niet een beetje acryl en een beetje van dit en een beetje van nylon en een beetje van katoen. Nee, zo lief mogelijk, zo 100% mogelijk. Dan kleding met zo min mogelijk frutsels erop. En we doen natuurlijk met frutsels zijn kraaltjes, glittertjes, al dat soort dingen. Zeker glittertjes en pailletjes zijn echt dramatisch om er allemaal af te halen. Wil je die kledingstukken goed kunnen recyclen. En dat is echt een drama. Dus probeer daar op te letten. En als laatste... De consument is in die zin zo machtig. Misschien niet in zijn eentje. En dat is denk ik ook wat heel veel mensen voelen. Hey, wat kan ik nou in mijn eentje betekenen? Maar uiteindelijk, als iedereen denkt, oké, ik ga wel het verschil maken, dan heb je in een hele korte tijd eigenlijk een hele grote groep mensen. En die zijn machtiger dan wie dan ook. Dus ik denk dat er wel degelijkheid ook die bewustwording moet komen dat we wel invloed hebben. Dus ik denk het enige wat we kunnen doen is erover blijven praten, transparantie eisen. En put your money where your mouth is. Iedereen kan een verschil maken. Let's do it. En dat deed ik. Samen met Lisa Elsenburg van Stichting Gelukzoekers richt ik de Impact Shop op in het centrum van Amsterdam. Laatste graag, als je dan toch wat koopt, zorg dan dat je bijvoorbeeld fair fashion koopt. Bijvoorbeeld de Impact Shop zoals zij zelf heeft, bijvoorbeeld een Worm van Storm, bijvoorbeeld een de geitenwolle winkel. Ga naar dat soort winkels op zoek. Er is een convenant geweest een paar jaar geleden. En waar heeft de overheid 60 merken aangegeven. Die zal ik hier ook nog inplakken. Dan kan je zien welke grotere merken er mee gaan doen. En meer letten op. In elk geval dat het fatsoenlijk geproduceerd wordt. En dat er dus niet te veel uitbuiting en dat soort dingen van hun werknemers is. Want dat vind ik wel heel erg belangrijk. En daarnaast had ik een ontzettend leuke terugblik. En daar baal ik nog steeds van dat ook die weg is. Van Jetske van Vegan Fitty. Deze leuke meid vertelt echt ontzettend cool dat dit een van de redenen was waarom zij vegan is gaan eten. Gewoon omdat zij de uitbuiting van mensen, dieren en milieu allemaal niet kloppend vindt. Dus het is voor haar een medestimulans om daarom vegan te gaan eten. Zij is ook veel meer over tweedehands kleding vind je op haar YouTube kanaal. En daarnaast was het samen met, is this vegan? Ze vertelde dat ze al meer dan een jaar gewoon geen nieuwe kleding koopt. Om eerst maar eens op te maken wat ze in de kast heeft hangen. Wat ik ontzettend mooi vind dat je dat gewoon doet. Eerst eens even opruimen wat je hebt. Gebruik op wat je hebt. Het is ook wat ik doe. Jij koopt nieuwe dingen erbij, maar heel klein beetje. Gewoon eerst gebruiken wat je in huis hebt voordat je nieuwe dingen gaat kopen. Dus niet ik heb iets twee keer gedragen en pleur het weg. Want men zegt, ja maar ik doe het in een zak van Max. Nou, maar drie kwart van die spullen worden alsnog verbrand. En dan is echt zonde van alle energie die erin zit. Een fotolinken met waar je op moet letten als je kleding gaat kopen. Wat verstandig is, wat handig is. En hopelijk zet dit je aan tot nadenken. Ik vind het nogmaals echt verschrikkelijk dat ik de interviewtjes kwijt ben. Van de verschillende dames. Echt. Ah. Maar goed, ik kan daar helaas niks aan veranderen. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Ik zal de video of de documentaire zal ik nog een keertje beneden linken. Ga maar een keertje kijken. Geen horrorbeelden. Gewoon echt mooi van hoe werken de verschillende radertjes in elkaar. Wat kan jij doen als consument? Wat elke keer als je de Primarkt in loopt betaal je met je uri. En betaal jij dus mee aan de industrie. Goed. Dankjewel voor het kijken naar deze nieuwe video. Heb je verder vragen, opmerkingen, andere dingen? Laat het natuurlijk weer beneden achter. En hopelijk tot de volgende keer.